Jules Sparks Publishing presenteert met gepaste trots, of misschien gewoon met volle trots, Schorpioenkind. Ja, ik kan natuurlijk de achterkant van het boek pakken. En dat is dat Schorpioenkind het verhaal vertelt van een baby die wordt afgestaan door zijn inheemse moeder. En wordt meegenomen door hij die vaak valt. Tot diep in de wouden van Mexico. Tot de stam van Zwartoog. De stam heet Booskijkers. Ja, die hongert eigenlijk naar het bloed van Schorpioenkind. Vanwege het feit dat de ene stam eigenlijk heel erg alles heel erg voorspoedig gaat. En een paar honderd kilometer verderop is het gewoon heel erg donker, grauw, vruchteloos. En Zwartoog denkt alleen maar, dat is Schorpioenkind zijn schuld. Dus die moeten we hebben, levend of dood.